moet iets posten. Dat is voor mevrouw R. Zonneveld Schmidskamp. Oftewel, dat is een hele lieve vriendin van mij. Die krijgt een cadeautje van mij. Ik heb hier dat tasje. En er zitten lollies in. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het gaat nog steeds niet helemaal goed met mij, maar ik kan de pret niet drukken. Ik vecht er gewoon voor om morgen wel er naartoe te gaan. Ik blijf extra al lang in bed liggen om goed te rusten. Want door het hoesten, daar word je ook bek af van en dan slaap je lekker en dan komt er weer een hoestbui en ben je gelijk klaar wakker. Ja, maar in ieder geval, we gaan er gewoon voor. Ja hoor. Oh, hoor eens. Nou, even mijn neus snuiten hoor. Dat hoeft niet in beeld. Mag je even bij, Eelwin? Zo. Even naar de kant. Dankjewel. Wat wou ik nog zeggen? Oh ja, het is vandaag. Vandaag is het woensdag 30 oktober en we leven om 19 minuten over 3. En ik moet even goed straks nog even naar de FOMO, want dat heb ik gisteren ook niet gedaan. Dat zou ik gisteren gedaan hebben, maar ja, het is op en neer. Het is niet leuk. Nee, echt niet fijn. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Nee, ziek zijn is ook gewoon niet fijn. Nee, nee toch? Nee. Maar ja, ik moet de deur uit, ik moet iets posten. Dat is voor mevrouw R. Zonneveld Schmidskamp. Oftewel, dat is een hele lieve vriendin van mij. Die krijgt een cadeautje van mij. Ja, dat is een schat. En dat moet ik erop sturen. Ik weet niet hoeveel posten er in vredesnaam erop moeten. Dat weet ik echt niet. Maar oké, ik kan de pret ook niet drukken. Ik heb hier zelf ook nog postzegels. Daar plak ik gewoon een lading van op en dan hoop ik dat het genoeg is. Liever te veel dan te weinig. Ja toch? Ja. Hou eens even op, hé. Hey. Is het niet leuk voor jou? Nee. Maar ik moet dus nou nog eten, want ik ben net beneden. Ja. Ik ben tussendoor wel beneden geweest, zoals naar het toilet toe, et cetera. En ik ben weer verwend. Ik kreeg een bak koffie op mijn bed. Want Rebecca, die was zo lief om de dieren te doen en mij even te verzorgen. Nou, dat is alleen maar lief. En die zei ook al, blijf op je bed liggen, zolang het kan, zolang het moet. Ze zegt, rust heb je nodig. Ja, maar ze is helemaal jonger dan mij, maar dat doet ze niet toe. Maar oké, is allemaal leuk. Ik wens jullie ook natuurlijk wel weer welkom bij ons, hè, diertjes. Hé, jij. Eentje staat te zeuren voor de tuindeur, die wil eruit. En ik probeer gewoon morgen gezellig erheen te gaan. Ik zie er zelf naar uit. Ik heb het ook niet voor niets allemaal gekocht. Hé, ik heb hier dat tasje. En er zitten lollies in. Ja, voor de kids, dat is leuk, gewoon, ja, dat neem ik dan morgen mee, als ze er hard op gaan. Nou, de booster is al klaar, die heb ik maandag immers al gedaan, dus ja, daar heb ik geen omkijken naar. Nog, alleen nog straks even voorzichtig te rijden naar de Vomar, dat ik nergens tegenaan kom met mijn bezems. Want dan gaat dat weer stukken, dat moet ook me niet. Nee. Nou, oké, lieve vrienden, jullie zijn weer een beetje op de hoogte van Drijven en Zeilen. De ene keer vlog ik wel, de andere keer niet, omdat ik daar te ziek voor ben. Maar we proberen morgen even goed te gaan. En dan vlog ik sowieso, zowel met de GoPro, zowel met
Mijn mobiel dit keer, ja, want de camera, dat is mono en die heb ik nog niet thuis, die moet ik nog ophalen. Maar het is gewoon niet leuk als je mono hebt en dan gaat het geluid ook op mijn pc, dat wordt allemaal heel vreemd. Ik kan dan niet een switch ertussen doen, dan krijg je een hoop lawaai en weinig lol. En bij deze keer net wel, dan hoor je niks. En dan gaat het gewoon in zwijgzaam, gaat het in switch over een hartje of een sterretje of wat dan ook, wat ik ertussen zet. En dan heb ik geen probleem. Dus ik blijf voorlopig dan ook maar net zoals Karin met de mobiel werken. Maakt het allemaal niet uit. Nee hoor. En ik heb voor filmpjes te nemen en foto's te maken heb ik geen internetverbinding nodig. Dus dat kan allemaal zonder internet. Ja, dat doet hij gewoon hoor. Ja. Het is enkel vanavond. Nou ja, dan zet ik het gewoon weer over op mijn pc of wanneer dan ook. Whatever. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Probeer ik ook te doen. Het is prachtig mooi weer. De lucht is blauw. Het zonnetje schijnt, dus wat willen mensen nog meer? Was maar iedere dag zo. Er waren er ook niet zoveel zieken. Zoals nu. Ja, het is nou ook met het weer vaak regen. En ja, je weet gewoon niet wat je aan moet hebben, toch? Nee. Maar oké, ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn jas dus al aan, zoals jullie zien. Ik ga de post dus wegbrengen en boodschappen doen. En ja, ik hoop dat ik een beetje op tijd terug ben voordat het donker is, want het is ook knap vroeg donker vanzelf. Maar ik kan de pret niet drukken. Nee, ik zou zeggen tot straks, als ik weer thuis ben. Dat ik, ja, ik zit zo te hannesen nou momenteel. Maar oké, okay, tot straks. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis en hey, ik zie geen lichtje. Normaal had ik een lichtje bij, maar dat zie ik nou even niet. Dat moet ik even bij de instellingen kijken hoe dat zit. Maar ja, ik ben te zien en daar gaat het om. En ook al zien jullie me niet, is het ook niet erg. Jullie horen me wel, ja. Nou, ik heb de boodschappen weer in huis. Die ga ik zo meteen opruimen. Ik ga eerst een bakje koffie zetten. En ik heb er een bounty bij, dus even lekker oppeuzelen. Ik weer een beetje suiker erbij. En ja, ik heb, jullie weten het al, dat ik met Karin en Kirsten van Strik iets leuks hebben gedaan. En dat is elkaar een pakketje sturen. Jij kan ook meedoen. Ja, dan moet je even contact met ons opnemen. En dat komt allemaal wel goed, maar niet op YouTube, nee. Daar doen we dat niet. Nee, zoek ons dan op Facebook als je mee wilt doen. Dat kan. Je kan ook gezellig meedoen met ons. Ik heb dus al inkopen gedaan. En ik laat dat natuurlijk nou niet zien. Want dan weet Kirsten van tevoren en Karin. Dat vind ik niet leuk. Nee, ik laat dat niet zien. Maar ik heb het wel gehad. Dus ja, wanneer jullie dat krijgen te zien, want dat is wanneer Kirsten het ontvangen heeft. En Karen en Roderick. En dan pakken hun het uit en dan merken ze wel wat erin zit. Enkel, ja, ik heb nou weer Frodo, die moet ik weer behandelen. Want die heeft weer flink last van zijn oor, heb ik net gemerkt. Het was weer een paar dagen goed en dan begint het weer. Dus ja, moet ik ook nog doen. En ik ben zat, ik ben moe. En Karin, kijk eens, hij groeit als kool. Dat is het klavertje 4. Meneer Kandolf die had erop gelegen met zijn dikke billig. En die had dus 2 omgebroken. Dat is die en die. Kunnen jullie dat zien? Die en die. Die had hij omgebroken. Die heb ik dus van de steel afgeknipt. En er weer in gedaan. En waar het afgebroken was, begint hij ook weer opnieuw. Dus hoe geweldig is dat? Ja, toch? Is toch goed? Ik weet ook niet of die het wel doet. Die doet het wel, want die blijft mooi groen. Maar dit kleintje hier, ook dat onderkruipseltje. Die. Wat mijn pink bij is, die blijft klein en die doet een beetje raar. Nou ja, pech. Als hij het niet doet. Maar hij wordt zo lang. Is dat bij jullie ook zo? Dat wil ik even weten, Karin. Ja. Is dat bij jullie ook zo? Ik vind het een beetje vreemd. Ik dacht dat het klavertje 4 klein bleef.
op de grond, hè, dat het meer een bodembedekker zou worden. Maar nee, dat doet hij niet, dat gaat de hoogte in. Maar oké, ik ga koffie maken, lieve vrienden, en verder van me. Nou, wat is het? Oh, ik weet niet eens. Nou ja, het is, loopt tegen 6, dus bijna avond. Dus ik zou zeggen, smakelijk eten allemaal en een hele fijne avond. Ik weet niet of ik weer terugkom vanavond, ik weet het echt niet, want ik moet dat ook met rust laten. En ik moet ook nog de GoPro aan de lader doen. Deze moet vol blijven vanwege morgen. En dan komt het allemaal goed. En deze gaat gewoon mee op mijn... gewoon op de tripod. Ja. Ik heb mijn camera ook weer mee. Ja, die... Waar heb ik die? Dat is dus een mono. Iemand die het niet interesseert als een mono uitzenden, die kan hem van mijn part overkopen. Ja. Alles zit erbij, erop en eraan. Boekje, alles zit erbij. Dus ja. Die is dus te koop bij mij. Maar, ja, de prijs daar moeten we overeenkomen, maar dat doe ik ook niet via dit frequent. Nee, absoluut niet. Maar zoek je een mooie camera, enkel hij is mono, doet jou dat er niet toe, dan mag je hem kopen. Ja. Hij is nog niet eens, ja... Misschien nu net een jaartje oud, nog niet eens geloof ik. Want ik heb hem eind vorig jaar ook gekocht. Want ik heb eerst met die verkaring gewerkt. Ja, en deze, die heeft nog, die heeft het, dat het klepje omhoog kan. Die ik verkaring had overgekocht, weer niet. Dat is weer de voorloper van deze en die is ook mono. Ja. En dus, maar ach ja. Ik weet het ook allemaal nog niet. Ik moet sowieso een camera behouden voor nood. Ja. Dus, maar ja. We wachten het wel even nog af. Ik ga de boodschappen doen. En ik zeg tot later. Wanneer? Weet niet. Misschien vanavond. En anders morgen. Morgen sowieso. Vanwege Valentijn wil ik zeggen. Ja hoor. Halloween, hè? Gaan we morgen eventjes, kom ik wel weer sowieso naartoe. Ik zou zeggen nu, tot later. Doei!